Yo kijkers, wat jullie nog welkom bij deze nieuwe video. Vandaag hebben wij weer een nieuwe gratis game die je kan spelen op Steam. Nou jongens, dit is War Thunder. Yes, War Thunder. Super cool, super episch. War Thunder, dat gaat over eigenlijk twee soorten dingen die je kan spelen. Je kan namelijk tanks, maar je kan ook lucht met vliegtuigen. Binnenkort komen er boten bij. Volgens mij zijn die er nu nog niet. Nee, alleen maar tanks. En vliegtuigen. Nou, ik vind de tanks niet zo'n leuke game mode. Dus ik ga voor vandaag in ieder geval de game mode met vliegtuigen doen. Vinden jullie nou een leuke spel? En denken jullie aan het einde van de video? Ik wil hier een nieuwe episode van. Of dachten jullie van de vorige aflevering, namelijk Heroes and Generals, van, oh ja, daar wil ik nog wel een aflevering van. Laat het gewoon achter in de reacties. Wij gaan een game starten. Hey. Nou, dan zie ik jullie wanneer ik in de game ben. En we zijn gejoined met nog een paar andere mensjes. Hier, zoals jullie zien, Victor Hauser en Nikamia of zo, weet ik veel hoe die gast heet. Dit is een game mode waarmee je... Holy crap, staat er nou hard of nee? Ligt het aan mij? Nee, ligt aan mij. Ik zou de opnames bekijken, ligt het aan mij. Dit is de game mode waarmee je 3 points moet veroveren, namelijk A, B en C. Nou, ik denk dat ik voor A ga, helemaal links, want ik zie daar al eentje spawnen. Wacht dan eventjes. Dat is eentje die gaat... Nou, dat ga ik toch niet doen, want dat is een F4U en die is super sterk. Maar die jak ook. Ik keer eventjes terug tot mijn teammates te zijn. En kijken wat die gaan doen. Oh, oh, nee, niet zorgen dat ik lost control heb. Oké, we gaan voor de B-vlag. Oké, nice. Skadoek. Kom op, yes. Oké. Ik ben ook goed hard geraakt. Ik kan niet meer sturen. En er komt iemand die gaat me mooi proberen dood te maken. Maar dat laat ik natuurlijk niet gebeuren. Tenminste, niet zomaar. Oh. Jeetje, wie schiet daar de hele tijd aan mij? Dat zijn tanks. Ja, ik ben dood. Oké, bam. Ja. Ja, doordat mijn vleugel kapot was, daardoor ging ik dood. Oké, dan gaan we voor de Hurricane MK4. Ja, dit spel speelde ik wel eerder voor de opnames. Ik heb het wel vaak gespeeld. Ja, het was wel een leuke... Het is wel een leuke game. Ik speel het alleen met tijden. Dat heb ik altijd. Dan speel ik een spel heel veel. En dan ga ik het spel niet meer zo erg spelen. En dan speel ik het opeens wel weer. Heel erg. Ja, nou ja, dat was mijn verhaal. Hè. Leuk verhaal. Lekker kort. Doen we niks mee. Ja. Wij gaan proberen B te veroveren. Jullie zien daar B. En daar is een mooie Spitfire Alpha K3. Oh, K3. Oh ja, lele. Ik voel me plotseling... Oh nee. A is gepakt. Okay, dan moeten wij ervoor zorgen dat we B pakken. Ik ga het gewoon proberen. Ook al denk ik dat het niet gaat werken, ik ga het proberen. Hallo meneer, je staat er de fik. Dat is niet zo handig. En ik heb te veel speed. Dus we moeten ons omkeren. Zo, en we zijn geland. En er wordt op me geschoten. Kak. You're capturing. Ik ben wel aan het capturen. Oké, als we dit nog heel eventjes kunnen volhouden. Come on. Oh, we hebben hem. Nice. Oké, we hebben tenminste B veroverd. Dat is wel mooi. En dan gaat iemand dood hier. Oké. Boom. Nou, we gaan proberen om A nog te veroveren. Als we A hebben, dan... Dat gaat nu volgens mij sowieso punten van de rode kant af. Maar als we A volgens mij nog bij hebben, dan gaat het er helemaal vanaf.
Dus we gaan maar naar A toe. Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik het in een video over moet hebben. Ik ga denk ik gewoon vanaf nu random dingen gewoon over praten. En dan kijk ik wel of jullie het leuk vinden. Wat is die gast aan het doen? Die vliegt volgens mij al random omhoog. Nou, ik vind het goed. Ik ga in ieder geval naar A toe. En dan hopelijk kunnen we A pakken. Ik ga even met een omweggetje, zodat ik kan zien of er iemand op me afkomt of niet. Hey, anders gaat die Mustang ook even met me mee. We gaan alvast eventjes de speed minder hard laten doen. En ze hebben B. Dat is kloten. Dan gaan wij voor A. Dan gaan wij voor A. Come on. Oh. Oké, nou, we hebben tenminste wel zo'n E. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Oké, nice. Dan kunnen we het vliegtuigje verlaten. Oké, ik denk dat het wat handiger is als ik gewoon mensen ga killen. Want uiteindelijk zijn hun vliegtuigjes op. And you are not in the squad, you know when. Ik heb ook geen squad, want ik speel niet met vrienden. We zijn in het voordeel, we hebben C en A. Als we B dan ook nog eventjes kunnen krijgen. Oh, daar gaan twee mensen op A af. Of niet, wat zijn hun aan het doen? Wat zijn hun aan het doen? Oké, er is eentje die is down. Nu al die FW nog. En dan gaat een Jak 9. Die gaat echt recht op A af. Die helemaal vrij staat. Er gaan twee mensen. Drie mensen gaan op A af. Oké. Okay. Wat? Jak is gewoon aan het bombarderen. Of zo? Weet ik niet. Oké, okay, die J2M. Ik weet niet hoe sterk die is. Ik heb eigenlijk ook nog nooit van J2M gehoord. Dus we gaan het maar gewoon proberen om hem te killen. We gaan even kijken hoe ver er dichtbij die jak komt. Please overleef even nog met je TBF. Oh. Oké, en ik heb er een mooi, nice. Oké, nu moet ik. Oké, hier is die jak. En ik ben out of ammo, oh, nice. Hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt het voordat ik niet meer out of ammo ben? Oké, nu. Oké, ik ben niet meer out of ammo. En nee. Nee. Wauw. Welke lul kwam er nou opeens aan dan vliegen? Zo, ah nee, niet die vliegtuigjes. Die zijn zo hinderlijk. Maar we zijn in ieder geval. We hebben ze allemaal. We hebben A, B en C. Nou, ik heb nu nog voor het laatste bombardementvliegtuig. Die we natuurlijk over A, B of C kunnen zetten. Ligt er een beetje aan welke. Nou, waarschijnlijk gaan ze B proberen over te nemen. Omdat het in het midden ligt. Dus ik ga proberen B te bombarderen. Om nog een paar kills te krijgen. En er is iemands Euro Truck Simulator aan het spelen. Is dat leuk? Ik weet niet eens. B staat daar. En ze zijn eigenlijk. Nee, niemand is B aan het pakken. Maar we hebben wel bijna gewonnen. Dus even kieken. Wat we kunnen gaan doen. Ja, nou gewoon erin gaan. Gewoon aanvallen. Want we zijn echt bijna klaar. Ik ga voor de zekerheid eventjes gewoon een bom ding op B zetten. En daar. Oké, ik zie daar een DO217. Die ga ik proberen aan te vallen.
Enemy kill assist. Oké, nou is wel een kill assist. En ik ga jou, die jak, ga ik eventjes gewoon afjakken. Kijk, daar vliegt hij hoor, die vieze hond. Kom dan. Je durft niet, hè? Nee. Holy crap, heb ik schil. Holy moly. Ik ben echt schil. En deze draait ook nog eens een keer super moeilijk. Oké, hij staat in de fik. En ik heb een enemy kill assist. Ik kan nog even die laatste pakken. Die laatste morn. Waarschijnlijk de laatste kill. En mission completed. Yes, we gaan eventjes mooi zelfmoord plegen. En beam. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video nou leuk? En willen jullie misschien een vervolg, maar dan in de tanks? Laat achter in de reacties. Laat ook direct achter in de reacties welke game jullie willen. En dan zie ik jullie in de volgende video weer, jongens. Peace.